Tuurlijk, 3 punten is 3 punten. En dat is goed, denk ik. Uiteindelijk helpen overwinningen. En er is niet zozeer twijfel, helemaal niet. Maar we zien natuurlijk ook wel dat het gewoon de afgelopen periode niet makkelijk is geweest. Volleyballend, pech, met blessures en keuzes die we daarin moeten maken. Maar uiteindelijk mag dat ook nooit een excuus zijn. En ja, dan heb je een beetje de eis als individu en als speler en als team om gewoon ook optimistisch te blijven naar de toekomst. En nou, die weg slaan we in. En dan is het lekker dat je dat ook met 3 punten kan bezegelen. Wat was wat jou betreft de meest cruciale fase in deze wedstrijd? Nou ja, uiteindelijk is het, als je even naar die wedstrijd kijkt, is het uiteindelijk natuurlijk gewoon de eindfase, vierde set, belangrijkste om die 3 punten te pakken. Ik denk dat we over de hele linie gewoon passen en qua set-out, dat we goed op orde hebben. We hebben al daar wel een hoog rendement, alleen het golft gewoon te veel op en neer. Vooral in het transitiespel. Dus surfdruk, gecombineerd met de eerste bal, gecombineerd met de tweede bal, gecombineerd met de derde bal. Ja, daar valt gewoon ook heel veel winst te halen om dat naar een hoger rendement te trekken. En ik denk dat we dat juist in die eindfase, vierde set, heel goed doen. En we gewoon op hoogte die ballen aangaan. Dan kan we meer tijd geven. En Jules, maar dat geldt voor Kel, maar dat geldt eigenlijk voor alle aanvallers. Dat zijn ook zeker in transitiespel aanvallers die op hoogte allemaal het verschil kunnen maken. We moeten ze ook gewoon wat meer tijd geven om op hoogte ook die hun kwaliteit goed te benutten. En ik denk dat we dat zeker in die eindfase, vierde set, goed gedaan hebben. Dit geeft de burger wat dat betreft denk ik wel weer moed. Moed is sowieso een mooi woord. Ik kan in topsport vind ik altijd nooit een gebrek aan moed hebben. Je kunt beter met overtuiging en agressiviteit proberen de wedstrijd te winnen dan dat je bang bent en terughoudend bent. Dat is over het algemeen geen goede graadmeter. Ja, we moeten gewoon kritisch zijn, maar we moeten ook heel hardwerkend door naar de volgende. En daar helpt natuurlijk deze overwinning zeker bij.